Hey dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. En in deze video is de hoogste tijd om jullie uit te leggen hoe je namelijk op nummer 1 trending komt. Voordat wij verder gaan, laat even massaal dat blauwe duimpje achter. Als je dat doet, dan sta je morgen met je video in trending. En dan krijg je weer een nieuwe iPhone. Ja, wie wil dat nou ondertussen niet? Dat is ook wel een beetje bekend, hè? Maar oké, dat maakt allemaal verder niet uit. En vergeet even niet te abonneren met het belletje aan. Waarom? Ik wil ook in trending komen. En omdat ik ook in trending wil komen, moet jullie allemaal veel reacties achterlaten in de comments. Ja, want ik weet, we gaan in première, dus we gaan het niet per se op live chat manier doen. Dus ik zou zeggen, laten we gaan beginnen met de video. Ingaan op hypes. Ja, wat bedoel ik hiermee? Lijkt me niet zo heel moeilijk. Je hebt namelijk de grootste hype ooit in Nederland of zo. Of, nou, Nederland, gewoon internationaal ook. Fortnite. Trek me alsjeblieft de bekken niet over open. Ik zou zeggen, doe het namelijk niet op YouTube, want jij gaat die trending door. Maar iemand anders? Yep. Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe video van Fortnite. Dit wordt een ongeknipte, talentloze video, want ik heb geen talent. Maar weet je wat, we krijgen er allemaal views op. Fuck die mensen die nou keihard werken voor views. Ik ben namelijk talentloos en ik wil gewoon views over een potje Fortnite, wat iedereen ook kan spelen. Half uurtje opname, gelijk online. En gelijk 100.000 views. Fuck jou, jij werkt lekker 10 uur aan een video en jij krijgt maar 500 views. Lekker voor je kut. Vandaag gaan we mensen killen met onze kinderachtige pickaxe met een haai erop en een wc-borstel met een mes eraan, weet ik veel. Helemaal fantastisch. Kut hype. Wat dacht je van die achterlijke parodies? Ja, tuurlijk, daar ga je ook op trending komen. En dat is leuk. Als je op trending staat tenminste. Aanstaande woensdag ga ik namelijk een track maken in Amsterdam. En in de studio dus. Dus ja, wie weet ga ik dan ook in trending komen. Joycha is daddy. Mijn naam is Daddy en ik zit hier in de zee. Jij bent dus gek en ik wil niet mee. Ik vind het leuk, want jij bent dus leuk. Ik ben dus gek en jij bent dus leuk. Oké, dat ben jij niet, want ik ben gek. Ik zit in de zee, want jij bent dus gek. Hey, ik zit hier in de zee. Jij mag niet mee, want jij bent dus gay. Ik zit in de zee, ik smoke te veel. Ik ben dus groen en jij bent verveeld. Ik vind het leuk, jij bent dus gek. En ik ben dus gek en hou dus je bek. Hey, ik zit in de zee. Kijk naar schaam, ik ben dus van zee. Ik vind het leuk, want SpongeBob is groen. Wij zijn de stoned en jij bent de schoen. Oh, oké, okay, einde. En dan heb ik het natuurlijk niet alleen over muziek. Je hebt ook parodies op series. Waarom denk je dat ik zoveel parodies maak? Omdat ik views wil, ja? Ik wil ook een keer in trending komen. Dat is namelijk mijn life goal. Mijn life goal op YouTube is trending komen. Dat is het eerste waar ik nog niet ben geweest. De rest heb ik allemaal gehad. Ik heb wel eens een keer 1000 likes gehaald. Ik heb wel eens een keer 10.000 views gehaald. Of ja, eigenlijk wel meer. 20.000 ook wel of zo. Misschien 30.000. En natuurlijk is mijn goal om een keer de 100.000 views te halen op YouTube. Pranks! Die kent iedereen vast nog wel, pranks. Laten we eens een keer iemand gaan prankcallen. Oh ja, en wie gaan we prankcallen? Ja, hallo, je spreekt namelijk met Kapot Deli. Waar komt de naam dus vandaan? Ja, echt kanker irritant, vrienden. Oh, waarom is dat irritant dan? En sowieso, heb je mijn nummer van Bardo of zo? Ja, klopt helemaal. Ik heb jullie nummer van Bardo gekregen. Ja, dan ga ik echt Bardo fucking hard als een flikker van geven, want ik hou niet van dit. Ik zal als ik jou was gewoon lekker Bardo helemaal kapot gaan roosten. Wat denk je daarvan? Ja, sorry van de prank al. Tjallas! Pranks. En dan heb ik het over de AWR Squad pranks. Ja, van Armo toen de tijd. Fantastisch, dat zijn echt pranks. Maar weet je wat fuck veel views je hiervoor krijgt? Gaat wel fout, je wordt al bijna in elkaar geslagen. Ja, maar je krijgt er wel tering van views door. Wie wilt dat nou niet? Fuck a kill, vandaag gaan we weer een nieuw prank. En in deze prank gaan we namelijk mensen in de hoed zeggen dat ze lelijk zijn. Maar hey, het is allemaal gewoon een prank, weet je. Zou zeggen, laat even like achter. En gaan we lekker beginnen. En gaan mensen uitschalen dat ze gewoon fucking lelijk zijn. Dus let's go. Oi, ik wil even zeggen dat je gewoon fucking lelijk bent. Maar ook echt fucking lelijk gewoon. Echt serieus, dit is toch niet om aan te zien, kill. Wat zeg je hier over mij? Nee, maar je bent echt gewoon serieus fucking lelijk. Je bent gewoon een fatte man, hè? Je bent serieus een fatte man, lelijke homo. Zeg je nou dat ik gewoon lelijk ben? Ja, dat. Je bent gewoon lelijk, klaar. Ik wil gewoon zeggen dat je fucking lelijk bent. Yo, kijk, dit is een prank, man. Dit is een prank, kill. Dit is een prank, kill. Zo. Het is een prankkill! Vechten jongen, vechten dat helpt sowieso. Je moet gewoon mensen uitdagen voor een bokswedstrijd. Wat denk je dan hè? Kom dan jongen, voordat ik die hele kutkop van jou verbouw hè? Hè? Kom dan jongen hè? Oké, dames en heren, vandaag ga ik weer iemand uitdagen in de ring tegen mij. En ja, wie gaat het dit keer namelijk zijn? Want ik wil voor views. Ik ga dit keer namelijk een bokswedstrijd houden en het is gewoon een uitdaging. Als je deze uitdaging niet aanneemt, dan ben je gewoon een fucking pussy en dat durf je niet. We gaan namelijk boksen dit keer tegen niemand minder dan Enzo Knol. Enzo Knol, ik daag je uit voor een gevecht. Ja?
Ik hoop dat je tegen mij gaat boksen. Als je niet durft, laat dan hier achter in de comments. Jongen, laat gewoon zien. Laat je gewoon bewijzen tegen mij. Want jij wilt tegen mij boksen? Kom dan tegen mij, jongen. Voordat ik helemaal in elkaar sla. Je durft niet, hè? Nee, je durft niet. Bluff. Bluff dat je tegen mij gaat vechten. En op het laatst heb ik namelijk iets heel speciaals. Dit speciaal dingetje, dat is iets wat iedereen wilt en niemand zal vergeten. Dit is de makkelijkste manier. Je moet er alleen iets voor over hebben, maar oké. Okay. Het is namelijk... Waarom heb ik al die tijd eigenlijk al moeilijk gedaan? Weet je, ik heb mezelf gewoon trending kopen. Misschien is dat wel een beter idee. Ik heb veel te veel moeite gedaan en ik haal nog net mijn geluk 1000 views. Nou, daar kom je echt een trending mee met 1000 abonnees. Waarom is het zo oneerlijk? Waarom moet je zoveel subs hebben om godverdomme in trending te komen? Kom op, als je 1000 abonnees hebt, je maakt gewoon leuke content. Je zit gewoon in video's te werken. Verdien me geen maar dan ook goed trending, ja? Laat die like daarvan achter. Vergeet niet te reageren. Zorg dat ik een trending kom. Klaar. Godverdomme, ik vind het helemaal niet leuk, hoor. Mijn kat zit hier ondertussen te kakken. Dus ik ga je bij de video afsluiten. Heb jij genoten? Tjallas. Ik wil de trending. Klaar nou. Dit waren de tips. Heb jij genoten? Laat een like achter. En niet alleen als je hebt genoten. Laat ook een like achter. Laat ook een like achter, omdat ik een trending wil, ja? Vergeet ook even geen comment achter te laten. En zoveel mogelijk, dus spam die comments even vol. Want hoe meer comments, hoe eerder ik in trending kom. En vergeet even niet te abonneren op dit kanaal met een belletje aan. Dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Tjallaas!